Hallo allemaal. Ik wil jullie uit gaan leggen hoe je een rechthoek bodem kunt maken voor je nylondraadtas. Of een mandje, dat kan ook. Ik ben al even bezig geweest met een bodem en ik ben ook al omhoog aan het haken. Ik ga hier een tas van maken met een klep. Maar ik kreeg zoveel vraag naar de bodem, dus ik besloot om daar eerst maar een filmpje van te maken. Wat gebruik ik daarvoor? Ik heb deze twee bolletjes wol, Royal van de Zeeman en Bianca van de Vibra. Nylondraad 6 mm, dat is lekker stevig. Textiellijm, een aansteker, een aantal steekmarkeerders, een schaar. En ik ga deze bodem maken met haaknaald nummer 6. Je kan ook een dunnere haaknaald gebruiken. Met 5 zou ook wel willen. Maar ik vind met 6 wordt de bodem net iets losser, iets mooier. Ik ben al bezig geweest. Ik heb een losse ketting gemaakt met 22 lossen. Dan wordt de bodem zo groot als het tasje wat ik net liet zien. Je kan ook een grotere bodem maken. Dan moet je gewoon meer lossen opzetten. De werkwijze blijft eigenlijk hetzelfde. 22 lossen. En je gaat insteken vanaf de derde losse vanaf je haaknaald. 1, 2, 3. Je pakt je nylondraad erbij. Even zoeken. Daar is het. Die leg je onder je werkdraad door. En langs de losse ketting. En je haakt de haaknaald door en je maakt een vaste. Het uiteinde kun je een stukje uit laten steken. Dat is geen enkel probleem. Dat gaan we zo wegwerken. En dan doe je eventjes in de allereerste vaste een steekmarkeerde, zodat je straks als je rond bent weet waar je begonnen bent. En dan ga je dus in iedere losse maak je één vaste. Hetzelfde als bij een ovale bodem. Zoals gezegd haak ik deze dus met twee soorten wat dikkere wol. Maar je kan het natuurlijk ook met dunner garen haken. Dan zul je misschien met 3 draden moeten werken. Dat ligt er ook al aan welke dikte nylondraad je gebruikt. Dat moet je ook even uitproberen. Ik vind dit een mooie combinatie zo met elkaar. Dan zie je het nylondraad niet. Er zijn ook wel mensen die zeggen van goh, ik vind dat juist wel leuk als je het nylondraad er tussendoor ziet. Kan ook. Maar net wat je zelf leuk vindt. Mocht je nou ander garen gaan gebruiken, pas dan je haaknaald daarop aan. Gewoon even uitproberen van goh, hoe haakt het mooi, hoe sluit het mooi om het nylondraad heen. Het begin is altijd eventjes wat lastiger, omdat je dan voor de eerste keer je nylondraad meehaakt. Ik ben nu bijna aan het einde van mijn losse ketting. Ik moet nog 1 losse haken. Maar ik ga nu eerst het uiteinde van het nylondraad wegwerken. Dus ik haal mijn haaknaald er even uit. Hetzelfde als bij de ovale tas en bij de ronde bodem. Je pak je aansteker. Je houdt hem even om het nylondraad heen, zodat die losse draadjes een beetje wegschroeien.
Je drukt het even met je vingers een beetje aan. Oppassen, want het kan heet zijn. Dan pak je de textiellijm. Een drupje lijm erop. En je smeert het een beetje uit rondom. Dat alles een beetje bedekt is met ietsje lijm, niet te veel. Dan pak je je haakwerk even goed vast en dan trek je voorzichtig aan je nylondraad totdat hij ter hoogte zit van je allereerste vaste. Draai het even om. Je duwt de steken een beetje over het topje heen. Dat kan nu gaan drogen. En dan gaan we verder met de bodem. Die laatste losse moest ik dus nog haken. En daarin maak ik 5 vaste. 1, 2, 3, 4. 5. Dus je ziet dat hij alweer een beetje om de bocht gaat. Dan pak ik een steekmarkeerder en ik doe er 1 in de 5e losse die ik net gehaakt heb. En ik doe er 1 in de 1e losse die ik net gehaakt heb. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, dat zijn die 5 vaste die je dus in 1 steek hebt gehaakt, doe je in de 1e en in de 5e een steekmarkeerder. Dan gaan we aan de andere kant van de losse ketting verder haken. Je pakt het staartje van je losse ketting waar je begonnen bent eigenlijk. Trek je even iets aan. Die leg je ook langs de losse ketting en die haak je samen met een nylondraad vast, zodat je die ook straks niet hoeft weg te werken. En dan ga je aan deze kant ook verder met je losse ketting. En maak je ook in iedere vaste of iedere losse 1 vaste. Ik ga dat even haken tot aan het eind en dan zie ik jullie daar terug. Ik ben nu bij de laatste losse aan deze kant van de losse ketting. Het draadje van de opzet van mijn losse ketting heb ik meegehaakt. Even iets aangetrokken en die ga ik nu afknippen. Die is mooi weggewerkt. Dan ga ik verder met de laatste losse. En ook hier moet ik dus 5 vaste hebben. 1, 2, 3, maar nu maak ik geen 5 vaste in die allerlaatste losse. Ik heb er nu 3 gemaakt en de andere 2 van die 5 doe ik alleen om het koord heen. 4, 5. Schuif de steken even iets aan. Dat doe ik omdat ik dan een mooie overgang krijg naar de volgende toer. En dat je het nylondraad ook niet meer ziet. Ik haal mijn steekmarkeerder uit de allereerste vaste die ik gemaakt heb met het nylondraad. En daar steek ik in. En dat is dan de 1e vaste van mijn nieuwe toer. Ik
plaats nog even de steekmarkeerders. Ik heb net dus één vaste gehaakt van de nieuwe toer. Dit was de vijfde van mijn meerderingen in die laatste losse. 1, 2, 3, 4, 5. Dat doe ik dus ook in de eerste en de vijfde. Een steekmarkeer erin. Dan kun je dus verder haken. Eén vaste in iedere vaste. Tot aan het einde. Dat je hier aankomt bij je steekmarkeerders. En dan zie ik jullie daar weer terug. Ik ben bij de steekmarkeerders aangekomen. Ik ga nu eerst even mijn draad ietsje rechter trekken, zodat je een mooie rechte lijn krijgt. Dan haal je deze steekmarkeerder eruit, want je gaat die steek nu haken. En in die ene vaste ga ik dus 5 halve stokjes haken. 1, 2, 3, 4, 5. Waarom doe ik dat met halve stokjes? Ik vind zelf dat je er dan een wat mooiere, scherpere hoek in krijgt. Je kan het eventueel ook met vaste doen. Maar ik vind de halve stokjes dus mooier. Je hebt 5 halve stokjes gehaakt in die ene vaste waar je moest meerderen. En dan doe je in de middelste van die 5 vaste, doe je steekmarkeerder. Dus dat is 1, 2, de derde, de middelste. En daar ga je straks dus ook weer 5 halve stokjes meerderen. Dan zoek je even de steek op waar je nu in moet steken. Dan ga je weer verder met vasten. Eén. Twee. Het zit allemaal nog een beetje dicht op elkaar. 3 vaste. En dan ben je weer bij de volgende plek van meerderingen aangekomen. En ook in deze maak je dus 5 halve stokjes. 1. Soms is het even een beetje priegelen, want je werkt natuurlijk met dubbele draad. En dan is het wel belangrijk dat alle draden goed meegepakt worden. Dus nog een keer. 1. 2. 3. 4. 5 halve stokjes. Ook daar doe je weer in de middelste van die 5 je steekmarkeerder. En zoals je misschien al een beetje kunt zien, gaat er dus zo een beetje een hoekje in komen. Dit is nog maar de tweede toer, dus de hoek wordt nog niet zo heel scherp. Maar je zult zien bij een volgende toer wordt die hoek al scherper. Ik ga deze toer nu weer vaste haken in iedere vorige vaste. En bij de steekmarkeerder kom ik weer bij jullie terug. Ik ben weer bij de markeerder aangekomen. Ik haal hem eruit. En ik ga dus weer 5 halve stokjes in
1 vast te maken. 1. Ik stop mijn steekmarkeerder weer in de middelste van die vijf halve stokjes, sorry. En ik ga weer naar de volgende markeerder. Dat zijn maar drie vaste. 1. 2. 3. En ook hier maak ik weer op de hoek 5 halve stokjes. 1, 2. Soms gaat de draad een beetje splijten en dan heb je maar dubbel tussen zitten. Dus dan haal je hem gewoon even weer los. En dat zijn er ook weer 5 halve stokjes. En ook daar doe ik in de middelste mijn markeerder. Nu heb je dus 2 toeren gehaakt. En zoals je kunt zien, begint er al een vierkante vorm in te komen. Op deze manier kun je eigenlijk alle toeren haken, net zolang tot je bodem groot genoeg is dat jij denkt van hier wil ik mijn tas op gaan maken. Ik ga nog een stukje verder met de bodem op de hoeken bij de markeerders. Iedere keer 5 halve stokjes meerdere en de markeerder in de middelste van die 5 halve stokjes plaatsen. En dan zie ik jullie als mijn bodem groot genoeg is, zie ik jullie weer terug. Mijn bodem is nu groot genoeg. Ik heb 5 toeren gehaakt. En ik ga nu verder met de toer in de achterste lus. 1 toer vaste in de achterste lus. Even goed kijken waar je eerste vaste zit. Je hebt natuurlijk net die meerdringen gehad. Voor mij is het af en toe nog even zoeken. Daar is die. Dan haak je dus 1 toer in de achterste lus. Kijken dat je goed door beide draden heen steekt. Is hetzelfde eigenlijk als bij een ovale bodem. Daar doe je ook 1 toer in de achterste lus voordat je omhoog gaat. En ook bij een ronde bodem doe je datzelfde. Ik ga deze toer, deze rij haken tot aan de markering en dan kom ik bij jullie terug, want nu ga je hier zo geen
halve stokjes doen. Ik zal jullie het zo laten zien hoe ik de hoeken doe. Tot zo. Ik ben nu bij de eerste markering weer aangekomen. Ik haal mijn steekmarkeerder eruit. Kijk, je kunt hier zien dat ik dus dit stuk al gehaakt heb, alleen in de achterste lus. Dan krijg je dus dat randje. Maar omdat mijn bodem groot genoeg is, wil ik niet meer meerderen. Want als ik dus hier ook weer 5 halve stokjes ga haken, dan wordt mijn bodem steeds groter en dat wil ik niet. Dus hoe ik, maar ik wil er wel een goed hoekje in hebben, dus hoe ik dat zelf doe, dat is dus in deze steek, ook in de achterste lus. En dan maak je dus 1 vaste twee vaste, drie vaste, maar je laat ze dus niet afglijden. Ik heb de laatste niet bij de draden meegepakt. Even opnieuw. Zo. Dus ik heb 3 vaste in die ene steek gemaakt. Maar ik heb de steek niet afgemaakt. Ik geloof dat ze dat verlengde vaste noemen. Ik heb de steken op de naald laten staan en die haal ik nu dus allemaal in 1 keer door. Dat je dus wel weer gewoon 1 steek overhoudt. Daar doe ik mijn markeerder in. En dan ga ik weer verder in de achterste lus. 1 vaste. 1. En zo ga ik naar de volgende markering toe. En dan zal ik jullie dan nog een keer laten zien hoe ik deze hoek erin ga maken. Ik ben op de tweede hoek aangekomen en dan zal ik jullie nog 1 keer voordoen hoe ik dus het hoekje erin ga maken. Door de achterste lus maak je dus 1 2 3 vaste of verlengde vaste en dan haal je in 1 keer de draad door. Je plaatst je steekmarkeerder weer terug. Ik wil niet echt meewerken. Zo. En dan ga je dus weer verder in de volgende achterste lus. En daar haak je dus weer gewoon je vaste. Tot aan de volgende markering. En zo doe je dat eigenlijk op alle hoeken. Dit is de binnenkant van je tas. Wat je dan gaat krijgen. En zo je rand gaat straks. Die kun je straks een beetje zo omhoog duwen. En dan kun je het draad dus iets aantrekken. En zoals je dan kunt zien, waar ik dus die 3 steken in 1 steek heb gemaakt, daar krijg je een beetje een hoekje in. Komt hij net iets mooier door de bocht. En zo kun je dus deze toer helemaal afmaken. Ik ga dat ook nog even doen en dan kom ik aan het eind van de toer bij jullie terug. Zo, ik heb een hele toer gehaakt
in de achterste lus op de hoeken de hoek er echt in gemaakt met die drie vaste die je dus niet helemaal afmaakt, op je naald laat staan en in één keer doorhaalt. En op deze manier zie je dus, krijg je een rechthoekige bodem. Ik doe wel na iedere rechterzijde eventjes het nylondraad aantrekken en de hoek er even goed induwen. Je kunt nu verder gaan haken met vaste in iedere vaste, één vaste in iedere vaste. Alleen op de hoeken blijf je dus diezelfde handeling herhalen als wat je dus bij de andere hoeken ook gedaan hebt, hier zo. En je moet niet gaan meerderen. Die drie steken laat je dus in één keer, haal je die door, zodat je een soort kommetje krijgt op de hoeken, waardoor je een mooie rechthoekige tas of mand kunt krijgen. Ik zal het even nog een keer laten zien. Dit is dus een andere tas waar ik al mee bezig ben geweest. Daar heb ik al een aantal toeren gehaakt. Wat ik als extra doe, als je dus iets hoger bent, zet ik de hoeken even vast met een lange speld. Die druk je even door de lagen heen, zodat je als je het koord aan gaat trekken, kijk, zoals hier, hier heb ik ook de naald in zitten. Als ik dan de toer, verkeerde draad, als ik dan de toer afgehaakt heb, of deze zijde afgehaakt heb, dan trek ik even de draad weer recht. Maar ik kan hem niet te ver doortrekken, dat deze kant ook weer scheef gaat worden. Zo zet ik hem vast op de hoeken. Ik hoop dat het allemaal een beetje duidelijk is. Je kunt deze tas dan doorhaken tot de gewenste hoogte. Je kunt de handvaten aanmaken. Ik kom in een andere tutorial erop terug hoe je dus een klep bovenaan de tas kunt maken die je dus zo overheen valt. Die ga ik ook nog maken. Maar jullie kunnen in ieder geval eerst bezig met de rechthoekbodem en hoe je hem omhoog gaat haken. Ik wens jullie allemaal heel veel succes en tot een volgende keer.